Dankjewel, Charlotte, voor dit mooie betoog, waaruit maar weer blijkt hoeveel we eraan kunnen hebben en hoe weinig we er eigenlijk van snappen. Maar je hebt wel heel veel verhelderend dingen verhelderd. Dankjewel daarvoor. Ja, nu hebben we op ons programma eigenlijk staan dat we doorgaan met iets anders. Maar we hebben nog een verrassing en dat is Gert Simons, vriend van Wouter. Jij zou aanvankelijk ook een lezing verzorgen, maar je hebt het nu op een andere manier gedaan. Kom verder. Hou het kort en bondig. Ik heb wel nog wat plaatjes. Ja. Dus we moeten deze even afsluiten. Ja, Wouter. Het was inderdaad zo dat ik aanvankelijk als spreker op het programma stond, vervolgens daarover nogal aarzelde, omdat mij gevraagd was door Wouter om als patiënt het perspectief van de patiënt op de vraag waarom worden mensen ziek voor u te behandelen. Wouter en ik kennen elkaar volgend jaar 50 jaar, denk ik, Wouter. Dus wij zijn samen naar de universiteit gegaan, samen in het dispuut terechtgekomen. En hebben samen ongelooflijk veel avonturen beleefd. Dus verbaasde mij deze vraag van Wouter. Waarom vraagt Wouter dit? Nou, er zijn allerlei redenen waarom je dat kan vragen. Het is in de eerste plaats natuurlijk een hele diepzinnige vraag, een filosofisch-existentiële vraag. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het de vraag stelt naar het waarom van het lijden. En als je op alle vragen een antwoord hebt, dan zegt Wittgenstein en ook Martin Buber heeft zich bezighouden met deze vraag, dan nog ben je nog niet bij de kern van het bestaan. Vrijwel ieder mens stelt zich wel vragen vergelijkbaar met deze. Maar waarom stelt Wouter deze vraag? Het antwoord is natuurlijk onmogelijk. Dat is ons nu wel gebleken. Het grappige is, als je Wouter beter kent, en ik ken Wouter redelijk goed, denk ik, dan ontdek je dat Wouter altijd in het leven dingen aangaat met een zekere mate van onbevangenheid. En dat bracht mij op het idee dat kinderen deze vraag ook heel vaak stellen. De waarom-vraag van de kinderen. Ik kwam zelfs vorige week, en ik zal het nu niet draaien, want dan lijkt het alsof ik er een grote grap van wil maken. Maar Bert en Annie hebben een prachtig liedje gezongen, Waarom, Waarom? En dat gaat ook maar steeds over de waarom-vragen. Waarom, waarom, waarom? En dat brengt mij eigenlijk bij een deel van het antwoord, denk ik. En dat is ook wel wat Wouter tekent. Dat is dat hij met onbevangenheid nog steeds, na 40 jaar, naar zijn werk, naar zijn patiënten kan kijken. En een zekere mate van verwondering heeft. En zo ken ik hem ook wel. Dat heeft ook een beetje twee kanten. Want Wouter is die kan onbevangen zijn, maar soms ook wel eens een beetje onbezonnen. En dat is wel heel leuk om dan met hem samen dingen te doen. Dus het leuke zit er dan in dat bijvoorbeeld samen zeezeilen, dat hebben we veel gedaan. Wouter die gaat dat iedere keer weer aan, terwijl hij ongelooflijk zeeziek kan worden. En hanggliding, dus soms heb ik wel vaak het idee gehad, ik zal er zo nog één voorbeeld van noemen, maar Wouter, pas nou op. In 1978 zijn we samen met de Norsemen op een tocht naar Las Palmas gegaan en daar zijn we in de Golf van Biscay in windkracht 12 terechtgekomen. Dat was bijna ons beide levenseinde geworden. En ik was nou bijna stuporeus van angst, wil ik wel toegeven. Ik heb een paar uur helemaal niks kunnen doen. Daarna kwam ik weer boven en ging ik meehelpen en dergelijke. Maar Wouter niet. En toen op een bepaald moment de fokkerschoot knapte en er een nieuwe fok moest worden aangeslagen, in het heetst van de storm, mag ik wel zeggen, ging Wouter ook gewoon mee naar voren, terwijl af en toe het water meer dan een meter hoog over het dek spoelde, Wouter. Dat weet je nog wel, denk ik. Hè? Dus Wouter, hij heeft die twee kanten. Dus het is een onbevangen en onbezonnen. En tegelijkertijd vind ik het wel heel mooi
dat je nog steeds met verwondering kan kijken naar al die ernstige dingen die je doet. Ik moet even door de plaatjes heen die ik had voorbereid. Ik zal dat heel snel doen. Mag dat nog even, Frits? Het gaat wel over mijn eigen ziektegeschiedenis. Ik ben begin dit jaar buitengewoon ernstig ziek geworden. Letterlijk bijna dood. In Perth ben ik gecollabeerd. Enfin, ik zal er niet door de hele ziektegeschiedenis heen, want dat was niet helemaal de bedoeling. Maar goed, uiteindelijk was dit de gastroscopie. U ziet een maag waarvan de maagingang is ongeveer 2 centimeter na de maagingang. U ziet nog een heel klein beetje normaal slijmvlies en voor de rest is het 1,5 tumor. En dit is de uitgang van de maag. Het is helemaal door de hele maag heen 1,5 tumor. Dat is geen fijn plaatje. Moet zeggen. Toen ik dit voor de allereerste keer weer zag, hield ik het niet droog. Nu gaat het iets beter. Dat is ook wel een beetje bang voor was toen ik zei dat ik het misschien toch wel niet zou presenteren. Maar dit is de PET-scan van 7 januari 2016. En een vergroting daarvan, ziet u, dat is alles wat zwart is, behalve de hersenen, de blaas en de nieren, is tumor. Dus dat zit in de hals, dat zit aan de hersenbasis, dat zit in het hartzakje. De maag had ik al laten zien, 1,5 tumor, para-aortaal. In de rechterschouder zit een gebiedje wat zeer verdacht was. Dit heb ik toen niet gezien, dat heb ik ook opgevraagd voor de lezing die ik voor Wouter zou houden. Dit ben ik de eerste nacht in het ziekenhuis. Een HB, volgens de artsen had ik nog de helft van mijn circulerend bloedvolume. Toch nog een selfie gemaakt, dat zou Wouter ook doen, denk ik. Een selfie maken. Ja, we zijn in een bepaald opzicht ook wel even gek, denk ik, Wouter. Hè? Wat leert de ervaring? Daar ga ik langs heen, want daar hebben we allemaal geen tijd voor. Wat kan bijdragen aan het herstel? Nou, wat helpt niet? Een ziekenhuisbed helpt niet. Dus een ziekenhuisbed is een medische kunstfout op 4 poten. Dat heb ik al tijdens mijn studie geleerd. Of 4 wielen is het meestal tegenwoordig. Maar wat helpt wel als je zo ziek wordt? In de eerste plaats natuurlijk het feit dat ik het ongelofelijke geluk had mee te mogen doen aan een trial. En waarbij de geneticus net al zei, de tumor is DNA bepaald. Dat had een hele nare genmodulatie. Maar het betekende wel dat ik in een trial terecht kwam, de HOVON 130 trial, met een combinatie van lenalidomide met immuuntherapeutica plus chemotherapie. Wat het meest geholpen heeft, is steun van de familie. Deze foto stuurde mijn oudste broer mij toe toen ik in het ziekenhuis lag. Dat is mijn oudste broer, hij is nu 82 en dat jongetje, dat ben ik. Dat symboliseert van wij staan achter je. Mijn dochter in het ziekenhuis. Mijn kleinkind. In het ziekenhuis op bezoek. En u ziet al, ik ben het bed al uit. Dit is dag 2 of 3. Natuurlijk, Ellie. Wat helpt wel? Bed uit bewegen. In mijn kamer stond een home trainer. Na de eerste chemokuur viel ik na 9 minuten letterlijk brakend van de home trainer. En toen kwam de broeder binnen en die zei, 3 keer 5 minuten trainen is ook een kwartier, Gert. Dus daar heb ik dat gedaan. Bed uit. Beetje werken zelfs, onverstandig, maar toch. Mijn hardloopgroepje, die hebben mij er ook doorheen gesleept. U ziet nog tijdens de chemo al kale kop, toch lopen. En wat belangrijk is, blijven eten. Lekker eten zonder smaak. 2 tips, zorg dat het lekker ruikt en zorg dat het er lekker uitziet. Overigens, dit is van na de kuren, want ongekookte vis, dat mag niet, maar... Ik ben een beetje een hobbykok en dit vond ik wel het mooiste plaatje wat ik daarvan had. Wat ook helpt is humor. Kleinkinderen die op bezoek kwamen in het ziekenhuis en die we natuurlijk uitgebreid hebben ingewijd. Ik lag in een geïsoleerde kamer, iedereen moest ingepakt worden en dergelijke. Nou, dat hebben we met de kleinkinderen ook gedaan. En na de kuren op de fiets, maar wel met een helm op. Want ik moest er toch niet aan denken dat je 8 maanden door dat soort chemokuren heen bent gegaan en vervolgens op je hartslag valt. Dus, en dit was het resultaat op 2 augustus jongstleden, dus nog maar kort geleden. Dit is gewoon helemaal schoon. Geen teken van tumor meer te vinden. Helemaal niets. Dus dat zwarte, dat zijn de nieren en de blazende hersenen. Die nemen normaal die PET-scan gegevens op. Maar voor de rest hartstikke schoon. Ik heb geen tijd meer, denk ik.
Een beetje, ik ben zelf nog adviseur, ik ben huisarts geweest, inspecteur, hoofdinspecteur volksgezondheid. Een beetje over kwaliteit en veiligheid. Er zijn natuurlijk in de loop van mijn ziekte allerlei dingen gebeurd. Ik ben fantastisch geholpen in Australië, zowel als in Nederland. En 3 weken in het Radboud opgenomen geweest, 3 weken in superacuut levensgevaar. Als die maag zou gaan bloeden, dan was het waarschijnlijk wel einde verhaal. Maar er is door de huisarts in Australië een foutje gemaakt. Hij heeft bij het eerste onderzoek geen HB bepaald en wel een CT aangevraagd. Overigens bleek toen bij de CT wel dat ik een maagtumor had met uitzaaiingen. Dat was de diagnose in Australië. Tweede punt is medicatieveiligheid. Volgens mij, er zitten veel artsen in de zaal, absoluut onderschat onderwerp. Vergeten voor te schrijven, dag 2 van de chemokuur kreeg ik 's ochtends de medicijnen niet die ik had horen te hebben. Dus ik vroeg aan de verpleegkundige om 3 uur 's middags van, is er niet een foutje gemaakt? Nee, dat is precies wat de dokter heeft voorgeschreven. Nou, ik was hartstikke ziek. Toch heb ik het protocol dat ik naast mijn bed had liggen, zo gek ben ik het ook alweer, nog eens nagelezen. Na 4 uur nog eens een keer een verpleegkundige gevraagd. Nou, toen klopte het wel, want ik had dus die ochtend de tweede chemokuur, waar ze medicatie vergeten voor te schrijven, omdat de meeste mensen dat thuis krijgen en niet klinisch, was dat gewoon vergeten. Toen was ik ook nog wel weer zo de oud-inspecteur dat ik aan de hematoloog die haar excuus kwam aanbieden vroeg. En, heeft u het nou ook gemeld bij de meldingscommissie? Ja. Had ze niet gedaan. Dus, nou goed. Goed, en met dank aan iedereen die mij heeft gesteund, waar Wouter natuurlijk ook deel van uitmaakt. Dan had ik toch nog een kleine nabrander. En Wouter, is die nou altijd zo hinderlijk gezond? Wat heb ik nou van Wouter meegemaakt? Nou kijk, dit is Wouter. Wat is uw diagnose? Wat denkt u? Wat zou dit zijn? Ik heb het eigenlijk al verklapt, hè? Dit is zeeziekte, ja. Ja, dan moet ik toch even kijken of ik een heel klein... Want het is wel heel jammer als we dit plaatje niet laten bewegen. Zou het moeten doen? Oké, ja. Kijk, dit is waar Wouter zeeziek van wordt. Dus waarom worden mensen ziek? Nou, Wouter, hiervan. Dit is windkracht 7-8 op de Noordzee. Terugtocht van loodstof. Goed, maar heel kort plaatje, maar toch wel leuk. Wouter. We gaan weer terug. Dit is nog eens even Wouter en de emmer die... Hadden we wel even van tevoren leeg gegooid, anders is het een naarplaatje. Wouter, voor ons is dit natuurlijk helemaal geen afscheid. Eén ding hoop ik je en wens ik je toe, dat is dat je iets van die onbevangenheid in je leven houdt. Maar toch wel, zeg ik je ook maar, pas toch af en toe ook eens op. Dat hangglijden is dat nog niet veel te gevaarlijk. En om je ook nog verder wat verdieping te geven, heb ik een erg mooi boek, vind ik zelf. Ik heb er voorin wat geschreven. Dat behandelt het onderwerp van een heel andere kant. Ik geef het je zo. En wat mij betreft, het is al eerder gezegd, eind goed, al goed. Ik dank u wel. Nou Gert, dankjewel. Het was prachtig om ook een vriend aan het woord te horen. En met zoveel rijke ervaring. We zijn nu toe aan het voorstellen van de workshopleiders voor het avondgedeelte. Ik zou daarom willen vragen...